Welkom bij deze video. Ik bespreek hier het examen biologie VWO 2021 tweede tijdvak vraag 28 tot en met 35. We gaan het hebben over PKU en er zitten wat leuke dingen in als Hardy Weinberg. De context gaat over Bianca. Die heeft de ziekte PKU en PKU is iets waar alle baby's op gecheckt worden met behulp van de hielprik. Wat is PKU bij PKU? Heb je een mutatie en als gevolg daarvan ontbreekt er een enzym en dat enzym zou normaal gesproken het aminozuur vanilalanine omzetten in het aminozuur tyrosine. Dat gebeurt niet, dus die vanilalanine hoopt op. En zonder behandeling leidt dat tot blijvende hersenschade. En wat is de behandeling? Behandeling is vooral een heel streng dieet en bepaalde supplementen slikken. Want je hebt een heel streng dieet, dus dan moet je andere dingen weer gaan aanvullen. Net zei ik al kort, die baby's krijgen een heel prik. je voelt hier al aankomen. We krijgen een vraag over deze twee grafieken. En dat is ook inderdaad zo. Je moet gaan toelichten welke van deze twee baby's heeft PKU. En hoe komt het dat ze wel een normaal terosinegehalte hebben? Want dat kan je zien. Wat... Laten we beginnen. Wat zie je nou eigenlijk in deze grafiek? We hebben twee baby's, baby 1 en baby 2. En we krijgen piekjes. We hebben onderzocht hoeveel van elk aminozuur zit erin. En bij baby's met PKU wordt vinylaniline niet afgebroken. Dat zou je dus verwachten bij een baby met PKU. Een hoog gehalte. En je zou verwachten, omdat het niet wordt omgezet naar tyrosine, dat daar minder van is. Maar ze zeggen hier al in de vraag: dat is aan het tyrosinegehalte niet te zien. Dat zie je ook, want beide baby's hebben een even hoog tyrosinegehalte. Baby 1 heeft een veel hoger gehalte. Dus je ziet hier bij baby 1: is dit gaan ophopen? Baby 1 heeft PKU. Dat is het eerste streepje. Dus baby 1 heeft PKU. Waarom heeft die baby dan toch een normaal? Tyrosine-gehalte, want die fenylanaline wordt karbicycliënt niet omgezet. Er zijn voor mensen twee manieren om aan bepaalde aminozuren te komen. De eerste is, je eet ze letterlijk meteen op, dus ik eet eiwit of zo, en daar zitten de aminozuren in die ik nodig heb. En de tweede is, voor andere aminozuren, je lever bouwt ze om naar het aminozuur dat je wel nodig hebt. Dat kan nu dus niet. Dus dan blijft er maar één verklaring over, dat is dat andere, want de lever kan dit niet omzetten, want die mist. Dat enzym. Dus dan blijft alleen de andere optie over. Namelijk, baby 1 heeft tyrosine gegeten. Hoe eet baby 1 dat? Nou, de hielprik zijn baby's echt nog heel, heel klein, pasgeboren baby's. Het enige wat die vreet is, moedermelk. Of drinken eigenlijk. En dat moest je hier ook noemen in je antwoord. Een verklaring waaruit blijkt dat er kennelijk genoeg in de moedermelk zit of in de borstvoeding zit. Je kreeg deze tweede punt ook als je hebt bedacht: ja, het zijn zulke kleine baby's, die aminozuren zijn misschien nog gewoon aanwezig van toen het babytje nog in de baarmoeder zat en is het over de placenta gegaan. Daar kreeg je ook gewoon een tweede scorepunt voor. Vraag 29, dan schrik je al en denk je... oh jee, we krijgen weer redoxreacties en andere ellende. Maar het valt gelukkig mee bij deze set vragen. Dus raak niet in paniek bij het zien van zo'n tabelletje. Het leven is, is soms makkelijker dan je denkt. Je ziet hoe die vinylanalyne wordt omgezet tot tyrosine. En je ziet hier dat enzym speelt daar een rol in. Die zet namelijk de twee stoffen om... Die ervoor zorgen dat die terosine terosine kan worden. En terosine levert vervolgens dopamine, melanine en eiwitten. De vraag is, in welke cellen zal bij gezonde mensen het gen voor PAH vooral tot expressie komen? Ik vond dit een beetje een strikvraag. Ik heb dan namelijk de neiging om te gaan kijken, goh, wat wordt er eigenlijk gemaakt van dat terosine? Dat zijn de neurotransmitters dopamine en melanine en eiwitten. Je hebt de neiging, goh. Die neurotransmitters die zitten te veel in de hersenen, het zullen dus wel hersencellen zijn. Dan ben je erin gestonken bij deze vraag, want dat is niet het goede antwoord. Het gaat hier om het omzetten van aminozuren en er is eigenlijk maar één orgaan die dat hard doet. Dat heet transamineren en dat gebeurt in de lever. Dus de lever die doet dat omzetten van aminozuren, dus dit gebeurt vooral in de levercellen. Maar een gemene instinker door het noemen van die neurotransmitters. Eiwitten in ons voedsel bevatten essentiële en niet-essentiële aminozuren. Het belang van bepaalde aminozuren is bij een PKU-patiënt Bianca anders dan bij mensen zonder PKU. Dus dan weet je al dat antwoord F fout is, want het moet anders zijn. Zijn de aminozuren fenylanaline en tyrosine essentieel bij Bianca en bij mensen zonder PKU dan? Ik begin bij de mensen zonder PKU. Dat is makkelijk, want die staan letterlijk in je bina's. Dan ga je namelijk naar tabel 67-H. En in tabel 67H staat een tweetje bij elk aminozuur dat voor mensen essentieel is. Daar staat heel duidelijk bij fenylalanine een tweetje en bij terosine niet. Dus bij mensen zonder PKU weet ik al: fenylalanine is essentieel. Alleen fenylalanine. Dan blijven dus antwoord B en D over. Bianca heeft een probleem. Die kan namelijk geen. Tyrosine aanmaken, want fenylalanine wordt omgezet. Zij moet dat dus met haar voeding bij binnenkrijgen. En dat is wat een essentieel aminozuur een essentieel aminozuur maakt. Je moet hem met je voeding binnenkrijgen. Dat is de definitie. Zij moet dus ook tyrosine binnenkrijgen. Bianca is gewoon een mens. Ze heeft ook fenylalanine nodig. Dus antwoord D is hier het juiste antwoord. Nou is er een correctie gekomen op het correctievoorschrift. Want Bianca wordt heel erg ziek van fenylanaline en dat hoopt zich op. En dat kan de indruk wekken dat ze alleen die tyrosine nodig heeft. Dus antwoord B werd hier ook goed gerekend, maar is niet goed. Want ze is gewoon een mens, ze heeft ook die fenylanaline nodig. Alleen moet het zich niet in haar hersenen ophopen, want dan heeft ze een probleem. Bij ongeveer 1% van de PKU-patiënten wordt de ziekte veroorzaakt door een mutatie, waardoor het coenzine BH4 wordt geremd. Dus dan heb je niet een probleem met het enzym dat die PKU omzet, maar het co enzym En dat heeft een ander effect dan wanneer het gewone enzym is aangetast. Want BH4 heeft meer rollen, namelijk ook het omzetten van tyrosine in dopamine. En dopamine, dat is dan weer inhiberend, oftewel remmend, bij de afgifte van prolactine. Bij zo'n vraag is het heel fijn om eventjes een schemaatje te tekenen voor jezelf. Dan zie je wat er remt en wat er... Stimulerend is, anders word je helemaal gek. Bij vraag 31 wordt je namelijk gevraagd om uit te leggen hoe een afwijkende prolactineconcentratie ontstaat bij de BH4-vorm. De BH4-vorm zorgt ervoor dat er geen tyrosine meer wordt omgezet naar dopamine. Er is dus minder dopamine. Dopamine remde juist de afgifte van prolactine. Maar er is minder dopamine, dus er wordt ook minder geremd. Dus er is meer afgifte van prolactine. Dus we krijgen bij 31 een hogere prolactineconcentratie. omdat er een verminderde productie is van dopamine. waardoor de afgifte van prolactine minder geremd wordt. Dus bij deze vraag, joh, maak even op je kladje een schemaatje. van wat nou wat remt. anders verlies je het overzicht bij zo'n vraag. PKU, dat leidt tot neurologische schade. en ze begrijpen niet helemaal hoe dat dan precies werkt. Een van de hypothesen is dat vanilaniline en metabolieten fungeren als neurotoxine die schade veroorzaken. Er zijn een aantal dingen die ze zien bij PKU, namelijk een tekort aan neurotransmitters, een verlaagde calcium-ionconcentratie en een verminderde vorming van myeline. Schrijf de nummers 1 tot en met 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende afweking de informatieverwerking in de hersenen wel of niet zal storen. Ik begin bij de eerste, een tekort aan neurotransmitters. Wat doen neurotransmitters? Neurotransmitters zorgen ervoor dat signalen van de ene neuron naar de andere kunnen worden doorgegeven in de synapspleet. Als dat niet meer kan, kan je moeilijk signalen doorgeven, is de informatieverwerking wel verstoord. Een verlaagde CO2-concentratie, ook hier moet je bedenken welke rol speelt die calcium precies bij de werking van neuronen. Dat kan je zien in 88G. Calciumionen spelen een hele belangrijke rol bij het mobiliseren van de synaptische blaasjes waar de neurotransmitter in zit. Als dat dus minder is, kan er ook wederom minder neurotransmitter in de synapspleet terechtkomen en dat verstoort wel degelijk de informatieverwerking. Een verminderde vorming van myeline. Myeline zijn die dingen die om zenuwcellen heen zitten om ervoor te zorgen dat signalen lekker vlot worden doorgegeven. Is daar minder van, ja, dan ga je zien dat er ook de signaalverwerking minder goed werkt. En de informatieverwerking dus ook. Dus alle drie is wel. Laat je daardoor niet van de wijs brengen. Dat gebeurt steeds vaker in examens. Het is altijd een beetje mindfuck. Maar alle drie gewoon wel. Ik probeer ze alle drie te beredeneren. Ga niet denken, deze weet ik niet, dus het zal wel niet zijn. 50% kans dat je het dan wel of niet goed hebt als je gaat gokken. En probeer dingen in je binas te zoeken. Doen een, uh, bij vraag 33 moet je verklaren dat de toevoeging van andere grote neutrale aminozuren de schadelijke effecten van PKU bij een minder strikt dieet kan helpen voorkomen. Wat doen die neutrale aminozuren? Wat doen die? Dat moeten we even uit de tekst halen. Grote neutrale aminozuren maken allemaal gebruik van dezelfde membraaneiwitten om de bloed-hersenbarrière te passeren. Dus hetzelfde als die vinyl die zich ophoopt. Als je er dan voor zorgt dat er meer andere neutrale aminozuren zijn die dezelfde poortjes gebruiken, dan kan je er ook voor zorgen dat er minder terecht terechtkomt in je hersenen. Want het is maar een beperkt aantal van die membraaneiwitten, van die poortjes, om doorheen te gaan. Dus dat is ook precies wat je hier moest uitleggen, voor één punt. En die, die grote neutrale aminozuren, als er meer andere zijn dan vernieuwanalyne, dan bezetten ze als het ware de poortjes. Dus dan wordt de opname van vernieuwanalyne beperkt of geremd. Gaan we naar een stukje genetica. De eerste valt nog mee, dat is een gewone monohybride kruising. De tweede moet je met Hardy Weinberg aan de slag. De eerste, leg uit de grote kans, is dat Tom drager is van PKU. Bianca's oudere broer heeft de ziekte niet. Hun ouders hebben het niet, maar Bianca heeft het wel. Dat betekent, weet ik nu al, dat de ziekte recessief is. Want twee ouders die het niet hebben, krijgen een kind dat het wel heeft. Ik weet nu dus ook dat beide ouders heterozygoot zijn. Ze zijn allebei drager, anders kan Bianca nooit met twee recessieve allelen eindigen. Ik weet dat Tom en dit is het gemeene stukje. Ik weet hij heeft het niet. En ze willen weten de kans dat hij drager is. Dus maak jij een standaard kruisingsschema. Zoals handig is bij deze vraag, dan valt er een optie af. Dus hier heb je een kruisingsschema, we hebben een dominante homozygote en we hebben twee heterozygoten en een recessieve homozygoot exemplaar als je het kruisingsschema maakt. Maar ik weet al dat Tom de ziekte niet heeft, dus ik weet al dat hij niet twee kleine aadjes heeft. De kans dat hij drager is, is dan twee derde, want er zijn maar drie opties. En dat vind ik gemeen bij deze vraag. Je hebt heel erg de neiging om twee vierde te zeggen. Want je maakt een kruisingsschema, maar één optie valt er af en daarom is het twee derde. Ik kreeg gelukkig ook al een puntje voor noemen dat de ouders van Tom heterozygoot zijn. En je moest het echt even uitleggen. Dus niet alleen een kruisingsschemaatje maken. En je examinator moet maar een beetje gokken. Wat je daar precies mee bedoelt is niet genoeg. Dus je moest echt even uitleggen van ouders zijn heterozygoot. Dus uh, dit zijn de kansen voor Tom. Even goed uitleggen. Gaan we nu naar Hardy Weinberg. Veel mensen vinden dat lastig. Op mijn YouTube-kanaal is de best bekeken video de video over Hardy Weinberg. Mocht je nou daar helemaal de ballen van begrijpen en je bent je examen aan het maken en je komt deze vraag tegen voor twee punten, sla hem over en doe hem alleen als je er tijd voor hebt. Als je het nu al weet, je bent nu aan het oefenen voor je examen en je weet verrek, Hardy Weinberg vind ik lastig, bekijk dan vooral die video van mij. PKU komt in Nederland voor bij 1 op de 18.000 mensen. Bereken de kans dat Sandra, het vriendinnetje van Tom, geen familie van de rest, drager is van het allel PKU. Neem aan dat de rij, regel van Hardy-Weinberg geldt. Noteer je berekening en geef je antwoord als een percentage in één decimaal nauwkeurig. Het eerste wat ik altijd doe als ik een Hardy-Weinberg vraag heb, is opschrijven die formules die erbij horen. Ik was ervan overtuigd dat ze in mijn bina stonden, maar ik kan ze niet meer vinden. We hebben 1 is P plus Q. Waarbij p weergeeft hoeveel het dominante allel voorkomt en Q weergeeft hoeveel het recessieve allel voorkomt. En we hebben de formule 1 is P2 plus 2pq plus Q2, waarbij p de populatie is die dominant homozygoot is, 2pq zijn de heterozygoten en Q2 zijn de mensen die homozygoot recessief zijn. Dan ga je bedenken, oké, okay, wat weet ik? En wat wil ik weten? Ik wil weten de populatie heterozygoten. De kans dat Sandra drager is, daarvoor wil ik weten de populatie heterozygoten of het aandeel van de heterozygoten. Dat is dus 2pq, dat wil ik weten. Wat weet ik? Ik weet het aantal mensen die recessief homozygoot zijn. Dat zijn namelijk die 1 op 18.000 mensen, want die hebben de ziekte, dus die zijn homozygoot recessief. Dus ik weet de q kwadraat. De q kwadraat is namelijk 1 op 18.000. Ik moet dus van die q kwadraat eerst naar q. Dan kan ik p uitrekenen en dan kan ik 2pq uitrekenen. Dat is de strategie voor deze vraag. Gaan we eerst even q uitrekenen. Als q kwadraat 1 18.000ste is, dan is q de wortel daarvan en dat is 0,00754. Dus de wortel van 1 18000 is 0,00754. Dat is eigenlijk een langer getal. Maar omdat ik op één decimaal maar op 1 decimaal nauwkeurig mijn antwoord hoef op te schrijven, werk ik iets minder nauwkeurig, want dat komt toch wel goed. Dat betekent dat P is 1 min Q. Dus we krijgen P is 1 min 0,00745. P is dus 0,99255. Ik weet nu dus P, ik weet Q. Dan wil ik nu graag weten hoe groot de kans is dat Sandra drager is, de 2PQ-groep. Hoe groot is daar de kans dat je daarin zit? Dan krijgen we dus 2 keer 0,99255 keer 0,00754. Dat is 0,0147. En dat is dus een deel van 1 van de hele populatie. Dat moet ik nog omrekenen naar percentages. En dan kom ik uit op 1,5%. Want ik moest afronden op 1 decimaal nauwkeurig. Dus niet 1,47%. Maar 1,5%. En dan heb je deze Hardy Weinberg Sudoku puzzel opgelost. Wat belangrijk is bij Hardy-Weinberg is dat je precies weet wat betekent die P, wat betekent die Q, welke groep stelt de P kwadraat voor, welke stelt de 2PQ voor en welke groep stelt de Q kwadraat precies voor. En dan kan je invullen wat je weet en toewerken naar wat je nog niet weet. Wil je mij nou bedanken voor het maken van deze video's? Abonneer je dan op dit kanaal en geef een like op deze video. Heb je vragen over dit onderwerp of andere onderwerpen? Laat het vooral weten in de reacties en dan wordt alles uiteindelijk best biologisch.